Beste mensen, beste kijkers. Ja, nog een keer opnieuw. Okay. Okay. Beste mensen, beste kijkers. Welkom in de pletterij voor de boekpresentatie van de korte roman novelle Even kaas halen van Els de Groen. En het debat naar aanleiding van het thema van deze korte roman. Grootouders die hun kleinkinderen niet mogen zien. Het is zondag 2 juli 2023. We zijn in de pletterij, het Haarlemse Centrum voor Debat en Cultuur. We hopen u een afwisselend programma aan te bieden. Voor de kijkers thuis meld ik even dat de bezoekers en ook u in eerste instantie een fragment te zien krijgen van de documentaire Hollandse Zaken, je kleinkind nooit meer zien, die Omroep Max 2 jaar geleden uitzond. Een bijzonder welkom aan Els de Groen, auteur van het boek, en aan twee deskundigen die straks deelnemen aan het debat. Dat is een deskundige uit de wereld van het recht, de pedagogiek en de psychologie, meester Peter Prinsen, en mevrouw Dr. Anders Truus Barendsen, secretaris van de stichting KOG, Kinderen, Ouders, Grootouders, die straks later in het programma vanuit hun werkterrein het onderwerp in de vorm van een debat zullen belichten. Welkom ook hier in de zaal. Ik zie een aantal bekende gezichten, onder andere van een andere auteur van uitgeverij In de Knipscheer. Dat is Pia van Egmond. En als u straks daar kijkt, dan ziet u dat we onlangs drie boeken hebben uitgegeven die alle te maken hebben met de ouder wordende generatie. Natuurlijk het boek van Els de Groen. Maar daarnaast ook een roman, Tijd om te gaan, van Pia van Egmond. En dat gaat over oudere discriminatie in een nabije toekomst. Het loopt eigenlijk parallel met een film die net verschenen is, die net uitgebracht is en die ook al inmiddels bekroond is en die in de Volkskrant 5 sterren kreeg. En dat die film is genaamd Plan 75, een Japanse film. En het boek is volkomen los daarvan tot stand gekomen, zoals ook de film volkomen los van het boek tot stand gekomen is. Maar het is gewoon opmerkelijk hoeveel overeenkomst tussen beide projecten te zien is. Dus heel interessant. Daarnaast staat nog een ander boek, dat is van Jannie de Heer. Dat gaat over ouderenmishandeling. Dooddoener is de titel, Het zal je pa maar wezen. Waarin gewoon een case story wordt uitgewerkt, waarin dus eigenlijk ouderen monddood gemaakt worden, vaak door hun eigen kinderen in dit geval, en waarin de hulpverlening dus onvoldoende adequaat optreedt. Het zijn drie boeken die ook verder geen programma vormen voor de uitgeverij. Het is min of meer toeval. Wie weet heeft het ook te maken dat wij als uitgeverij ook ouder worden en gewoon wat dat betreft meegaan in de problematieken die we zelf tegenkomen. Okay, we gaan nu eerst kijken naar een fragment uit die film. Dat zal ongeveer 15 minuten zijn. En daarna geef ik het woord aan Els de Groen, maar dan kom ik nog eventjes terug achter de microfoon. Okay, tot straks.
Ja. Ik zeg altijd, je bent aan het rouwen om iemand die nog leeft. En dat is een hele rare vorm. Maar je ziet, het is nog helemaal ingepakt. Geen idee hebben hoe het met de kleinkinderen gaat. Geen berichtjes, geen bezoekjes. Cadeautjes die worden teruggestuurd. Het overkomt duizenden opa's en oma's per jaar. Iedere keer dan ging je naar bed en dan dacht je, nou, morgen is misschien anders. Morgen misschien wel. Maar ja. Mm-hmm. Vaak het gevolg van een vechtscheiding of een hoog opgelopen familieruzie. Van deze plotselinge breuk zijn kleinkinderen de dupe. Dus dan zag ik deze berichtjes en wist ik wel dat ze aan me dachten. Opa's en oma's staan met lege handen, tenzij ze kunnen aantonen dat ze een grote rol spelen in het leven van de kleinkinderen. Wat is dat nou, omgang? Dat is dus het probleem in de praktijk als we het over grootouders hebben. Omdat grootouders, wat zijn dat? Hollandse Zaken over je kleinkind nooit meer zien. Het stille verdriet van verbroken contact. In de maneschijn klom ik op het trapje naar het raamkozijn. Maar je raadt het niet, maar je raadt het niet. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet de duizendpoot die schoenen poetsen is. En dat is 1 en dat is 2. Het eerste gevoel wat je krijgt als je oma wordt is, je stapt een nieuwe wereld in. Een wereld waarin je jezelf een generatie opschuift. Althans, zo voelde ik dat. En je kunt eigenlijk niet in woorden uitleggen wat dat betekent. Dat is heel speciaal. Heel speciaal. Alvast. Ja. En nou de volgende. Goed zo. Ja, wat kan je dat goed? Oma Simone en Megan. 2 handen op 1 buik. Ik vind grootouders echt de link naar het verleden, hoe dingen vroeger waren. Die kunnen verhalen vertellen over toen hun ouders klein waren. Tijd nemen voor ze, spelletjes met ze doen. Een beetje verwennen uiteraard. Ja, jee. Goed zo. Oh, wat kan je dat goed. Simone past regelmatig op de 2 kinderen van haar zoon. Megan van bijna 3. En de 10 maanden oude Quinn. Kostbaar geluk. Met op de achtergrond altijd verdriet. Want haar dochter ziet Simone al jaren niet. En daardoor is Simones oudste kleinkind uit haar leven verdwenen. Van de ene op de andere dag was er gewoon geen contact meer met je kleindochter. Nee, dat klopt. Nooit meer? Nooit meer. Nooit meer. Geen foto's, niks? Nee. Nee. Alsof ze niet bestaan had. Zo voelde het. Ja. En dat komt heel hard binnen. Heel hard binnen. Hetzelfde overkwam John en Nelly de Hoog. Dus niet voor te stellen. Je kan het niet beseffen als je zo close bent met elkaar, dat het dan zo wam ineens over is. Oh, krijg je maar een woordje eventjes van, hey opa, of wat ook. Ja? En dat is heel moeilijk. Als je dat 3 jaar lang niet hebt, dan... Hey. Ik gun het ook mijn ergste vijand. Zoiets. En Jan Brinkman. Je probeert te bellen. En je probeert ook te e-mailen. En nou, de telefoon werd niet opgenomen, want ze konden zien wie er belde. En als wij mailden, werd dat ook een keer... kwam het weer terug, werd niet geaccepteerd, zoiets. Dan begrijp je niet dat het zo ver doorgevoerd wordt. Maar zo is het tot nu toe gebleven. Hoeveel grootouders hun kleinkinderen niet mogen zien, is niet exact bekend. Een onderzoek uit 2008 spreekt over minimaal 14.000 opa's en oma's. Recente cijfers ontbreken. Op dit moment ligt het ook heel erg in de taboesfeer. Grootouders praten er heel weinig over, ook uit een soort schaamte. En ik denk dat het belangrijk is dat er meer over gepraat wordt. We weten ook niet wat dat voor kinderen betekent. Als een relevante relatie die ze hebben met hun grootouders, als die in 1 keer verbroken wordt. Wordt daar tot nu toe te weinig aan gedaan? Ja, ik denk dat je daar meer in kan investeren. Dat professionals meer bekend raken ook met deze problematiek. Er zijn wel onderzoeken gedaan vanuit Amerika bijvoorbeeld wat dat voor kinderen betekent. En er wordt dus ook wel over een stressstoornis gesproken die kinderen kunnen ontwikkelen.
Maar in Nederland is dat nog nooit goed onderzocht. Een verdriet dat binnenskamers blijft. Uit schaamte, waarvan de precieze omvang onbekend is. De schaamte bij grootouders zit in de angst wat anderen ervan zullen denken. Wat heb jij gedaan dat je je kind niet meer ziet? En dat speelt mee, ja. Verhalen van familieruzies hebben altijd twee kanten. De werkelijkheid heeft vele kleuren. In deze Hollandse zaken gaat het niet om waarheidsvinding, maar om de positie waarin veel grootouders en kleinkinderen zich bevinden. En om de onmacht die daarmee samengaat. Ik kon op een gegeven moment ook niet meer werken. Ik kon me niet meer concentreren op mijn werk. Toen ben ik ook 3 maanden thuis geweest, want daarna, ja, dan speelt er zoveel door je hoofd. Dan word je zo, ja, ontwricht. Ik vond het echt afschuwelijk. Nog een keer duwen? Ja. 1, 2. Hoe vaak pas jij op? Meestal 1 keer in de week een hele dag. En als het vaker nodig is, omdat mijn zoon nog wat extra ondersteuning nodig heeft, dan is het wat vaker. Maar 1 hele dag in de week zijn ze er allebei. Oma, nog draaien. Draaien? Ja. Oh, weet je nog hoe dat moet dan? Ja. Nou, daar gaat-ie hoor. Hou je goed vast, hè? Simonnes verhaal begint als haar dochter jong moeder wordt. Mijn dochter was 19 en woonde net met haar relatie samen. En ja, wij werden verrast tijdens een bezoek dat ze zei dat ze, moeder zou worden. En ik dus oma. Ja, dat was even schrikken, want ze zat gewoon op school. Maar goed, je bent toch blij en ja, heel spannend wat er ging gebeuren. En 9 maanden later werd mijn eerste kleindochter geboren. Op de verjaardag van mijn man. Dat was nog een extra feest. Ik heb een doos waarin ik spulletjes heb gedaan toen ze weggingen. Die ze achter hebben gelaten. En ja, daar zit een heleboel in. Wat mij aan haar herinnert en aan de moeder, mijn dochter dus. Een kralenketting waar ze graag mee speelde. Het flesje wat ze gebruikte, de rammelaar. Ja, er is zoveel. En na een jaar gaf mijn dochter aan dat ze de relatie met de vader van haar kind niet meer zag zitten. En op dat moment heb ik aangeboden dat ze bij ons in huis kon komen. Omdat er op dat moment even nog geen andere oplossing was. Dus dat is gebeurd. Ze is met mijn kleindochter bij ons in huis komen wonen. En dat heeft een aantal maanden geduurd. Dan moet je ook een groot deel van de zorg opnemen. Dat was niet altijd even makkelijk en daar dachten we ook niet altijd even hetzelfde over. Maar voor mij was een groot voordeel dat ik van heel dichtbij de ontwikkeling van mijn kleindochter kon zien. En dat was ook wel weer een cadeautje. Wat was het voor een meisje? Een zonnetje. Vrolijk, spontaan, onderzoekend. Ja, misschien zegt elke grootouder dat wel, maar ja, dat was ze echt. Dat was ze echt. Nog een pyjamaatje. En de badpak. Ze ging met haar ouders nooit naar een zwembad. Maar dat deden wij wel, dus dan had ze deze aan. Wanneer Simonnes dochter een nieuwe vriend krijgt, gaat ze samenwonen. Een klein uur verderop. Simonne en haar man hebben een slecht gevoel bij de relatie. Ze probeert haar kleinkind zoveel mogelijk te zien om een oogje in het zeil te houden. Nou, dat is in het begin goed gegaan. Tot er een telefoontje kwam op een dag in oktober. Waarop mijn dochter zei, mam, we hebben net onverwacht bezoek gehad van jeugdzorg. Er is een anonieme melding geweest en ik weet dat jij dat bent geweest. Dus ik hoef je nooit meer te zien. Ik was het niet geweest. Dus ik wist helemaal niet waar ze het over had. Ik ben enorm geschrokken natuurlijk, want ja, dat betekende dat er iets aan de hand was. Anders komen die niet langs, denk ik. En ik heb geprobeerd om haar te vragen wat dan en uit te leggen dat ik dat niet was. Maar dat had geen zin meer. De telefoon werd erop gegooid en ze hoefde me niet meer te zien. En dat was dus het einde. Ik zou het fijn vinden natuurlijk om weer goed contact met die kinderen te hebben. De deur is altijd open.
Jan en Wil Brinkman waren 7 jaar geleden te gast in Hollandse Zaken. Het is afgrijzelijk gewoon, want het is niet alleen dat je geen contact hebt, maar alle communicatie is ook verbroken. Na de vechtscheiding van hun zoon mogen zij van hun ex-schoondochter de kleinkinderen niet meer zien. We kunnen niet bellen, we kunnen niet schrijven, we mogen ze niet zien. Het is onverstaanbaar. Als ik een e-mailtje stuur, dan komt het terug. De kinderen wonen om de hoek bij opa en oma. Tot de tijd van de scheiding komen ze regelmatig spelen en logeren. Maar plots houdt het contact op. Maar ook met een verjaardag. Er wordt helemaal niet op gereageerd. Helemaal niet. Dat is een hopeloze zaak. Jan Brinkman woont inmiddels alleen. Na een periode van dementie overleed zijn vrouw in een verzorgingshuis. Wil Brinkman heeft de kleinkinderen van haar zoon nooit meer gezien. Dat was een denken we ongeveer een half jaar voordat ze overleden was. Dus begin 2020. Nou, dit is ook een schilderij van mijn vrouw. En daaronder hangt een tekening die onze jongste kleinkind gemaakt heeft toen ze 1 jaar of 5 was voor haar oma. En nou, die oma die was daar erg trots mee en blij mee. En die dochter die dat gemaakt heeft, is nu net 18 geworden. Dus het hangt... Die kleindochter die dat gemaakt heeft? Ja, die is nu net 18 geworden. Dus dat is 13 jaar geleden zo'n beetje dat ze het gemaakt heeft. We konden er amper over praten. Zo verdriet bracht dat. En op een gegeven moment ga je eraan wennen natuurlijk. En het hoort langzamerhand bij je dagelijkse leven. Hè, dus het laat je niet los. Nou, is dat ook wel leuk. 50-jarig huwelijk. Van 2 verschillende groepen kleinkinderen. Was dit de logeerkamer? Dit is de logeerkamer, ja. En de rommelkamer van mijn vrouw, hier schilderde. Ik heb het zoveel mogelijk ook gelaten in de stijl van haar. Ze heeft ook nog een cadeau. Mijn vrouw ligt hier in de kast. Dat zou ze geven. Dat is ook al 10 jaar geleden. Dat heeft ze gekocht. Ik weet niet wat het is. Een boekje of zoiets. Misschien een schilderij. Maar ja, als ze een keer komt, krijgt ze het van me, zei ze. Maar je ziet, het is nog helemaal ingepakt. Zijn moeders. He? Als man zou je zeggen, nou, doe nou maar weg. Maar nee, ze zal nog wel een keer komen en dan zal ze het wel leuk vinden. Dus het feit was waar mijn vrouw nu de laatste tijd zat. Bijna een straat om de hoek. Daar woont nog steeds zijn ex-vrouw met het jongste kleinkind. En we hadden gehoopt dat als wij op bezoek gingen bij onze vrouw, bij mijn vrouw dus, dat we nog een van hun eens een keer tegenkwamen, dat we die konden aanschieten. Maar dat is niet gelukt. En het had geen enkele zin om daaraan te bellen, want er werd niet voor ons open gedaan. Dit is, deze is van haar moeder, van mijn dochter. Toen ze klein was, speelde ze daarmee. En die heb ik er ook maar in gedaan. En dit is ook wel leuk. Een gipsafdruk van haar voetje. Oh, haar handje was het, kijk. Een dochter die je 23 jaar lang kent en van houdt en nog steeds van houdt, die is ineens weg. En daarmee ook een kleinkind. Nou, dan ga je nog een keer proberen te bellen. Je gaat een keertje langs. Maar de gordijnen waren dicht, de deur was op slot. Ik kwam gewoon niet eens binnen. Het was net alsof ze afgesloten werd van de buitenwereld, zeg maar. En dat vond ik ook heel... naar, omdat ik denk, ik heb niet kunnen uitleggen aan waarom we haar niet meer zien. Misschien denkt ze wel dat we er niet meer lief vinden of boos op te zijn. Ja, je krijgt enorm veel vragen in je hoofd. Dat is gewoon zo. Maar je krijgt geen antwoord meer. En dan denk je, wat moet ik nu? En je kan eigenlijk heel weinig, blijkt. Want je hebt nergens recht op. En als iemand geen contact wil, dan houdt het op. Oké. Okay.
dat lijkt me voldoende introductie voor het onderwerp waarover we het vandaag gaan hebben. Behalve schrijver en dichter en schilder is Els de Groen een globetrotter. Ze heeft haar hele leven gereisd, wat tot uiting komt in de onderwerpen van haar boeken, fictie en non-fictie, en in de 30 vertalingen waarin haar werk is verschenen. Vooral met Oost-Europa is ze erg vertrouwd, reden waarom politici haar in 2004 overhaalden zich te kandideren voor het Europees Parlement. Ze hield het 5 jaar vol. Politiek is een cynisch bedrijf. Bij uitgeverij In de Knipscheer publiceerde ze 2 verhalenbundels. In 2015 Nuttige Idioten en in 2016 Voor het Volk over de politieke verhoudingen tussen West-Europa en de Oost-Europese landen en Rusland. En 2 dichtbundels Wakker Vallen in 2018 en Hebben Molle Weet van Zonsondergangen in 2020. Hier in de pletterij gaf ze 2 lezingen. 1 naar aanleiding van het Oekraïne-referendum in 2016 en vorig jaar nog naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Dames en heren, ik nodig Els de Groen uit voor haar inleiding over het thema van vanmiddag. Ik zou zeggen, kom naar voren, Els. Misschien dat je ook hier dat achter het katheder wilt doen. Ik heb een korte inleiding geschreven en die heb ik jeugdland genoemd, een term uit de boeken van Lea Dasberg. Toen mijn schoonmoeder haar kleinzoon waarschuwde nooit met roken te beginnen, kreeg ze onmiddellijk de vraag waarom ze dan zelf begonnen was. In de war gebracht beloofde ze binnen 14 dagen te stoppen. Dan kun je wel dood zijn, riep haar kleinzoon. Een van de dingen die ik in kinderen waardeer is hun onbevangen en ijzeren logica. Maar deze anekdote zegt nog meer. Kinderen leven niet in een zorgeloos jeugdland. Ook zij ruiken megastallen, moeten in lockdown praten met oorlogsvluchtelingen, ervaren de klimaatverandering en weten dat grootouders doodgaan. Toen ik 40 jaar geleden mijn eerste kinderboeken schreef, interviewde ik elke week urenlang kinderen over een onderwerp uit hun dagelijks leven. Meestal ging het om pittige thema's. Een lichamelijke beperking, het leven op een internaat of in een AZC. Het was ergens in die jaren dat ik Grootbrengen door Kleinhouden las. Een van de bekendste boeken van Weile, professor Dr. Lea Dasberg. Ik zocht haar op om haar te interviewen. Eigenlijk een smoesje om met haar, een bijzondere vrouw, in contact te komen. In Grootbrengen door Kleinhouden laakt Lea Dasberg de ontdekking van het kind als kind tijdens de verlichting. Het leidde tot mooie dingen als afschaffing van de kinderarbeid, formulering van kinderrechten, het ontstaan van kinderboeken en kindgericht onderwijs. Maar het leidde ook tot jeugdland, waarin kinderen werden geïsoleerd van de grote mensenwereld, waar ze isolement of niet, sowieso deel aan hadden en mee moesten leren omgaan. Klein houden door isoleren is de slechtste manier van grootbrengen. We praten niet met, maar over hen, drukken hun labels op als verangstig of jaloers kind, autistisch kind, ADHD-kind. Wie of wat centraal hoort te staan, is echter niet het kind, maar onze relatie met hen. Opvoeden is in essentie het aangaan van zo'n relatie. Zo komen we zelf weer in beeld. Als volwassenen, als ouderen en daarmee verantwoordelijke partners van het kind. Kinderen zijn niet ons bezit, noch ons studieobject. Ze zijn onze medemensen
die zowel ons respect als onze bescherming verdienen. Maar krijgen ze die ook? Getuigt het niet van minachting speeltuinen aan te leggen, maar de aarde onbewoonbaar te maken? En hoe respectvol is het een kind 10 uur per dag op school en in de BSO te omringen met andere kinderen? Zonder recht op afzondering, zonder lummelmomenten, kunnen we de maatschappij echt niet zo inrichten dat altijd één van de ouders of grootouders beschikbaar is. Alleen heb ik het recht jeugdland te bekritiseren. Ik, een grootouder die geen contact met haar kleinkinderen meer heeft. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik was heel lang naïef en al bijna 30 en moeder toen ik erachter kwam dat de goeden niet altijd wonnen. En de boeven niet altijd gepakt werden, zoals in de kinderboeken van 60 jaar geleden. Van schrik werd ik een wereldverbeteraar. Eentje die als Sisyphos rots na rots de bergen opduwde. Voor gerechtigheid, voor de natuur, voor de vrede. Zo'n moeder is erg vermoeiend. Niet elk kind begrijpt dat. Zeker niet als ze, zoals onze dochter, ernstige problemen krijgt en haar eigen wereld krimpt tot een ziek kind thuis dat de rest van de wereld op afstand zet. Ook ons, haar ouders, op afstand zet, wanneer een psychotherapeut ons in onze afwezigheid diagnosticeert als de oorzaak van haar problemen. Een diagnose die voelt als een aanrijding waarbij de dader is doorgereden. Dit aspect heb ik uit het boek weggelaten. Het is mijn verhaal en elk ouder-kindconflict is weer anders. Alleen de gevolgen zijn eender. Verdriet, frustraties, schaamte. De band met een opa of oma is anders dan met ouders. Niet competitief, maar complementair. Het leeftijdsverschil is groter en mogelijk daarom kleiner. Ik herinner me een gesprek waarin onze kleindochter ons in vertrouwen nam over een reeks vermoeiende medische onderzoeken. Nog geen 7 jaar oud voelde ze aan dat haar vader en moeder het beste met haar voor hadden. En wilde ze hen niet kwetsen, maar toch haar hart even luchten. Wat een volwassenheid. En wat fijn dat er iemand was om naar haar te luisteren. Grootouders zijn ook belangrijk omdat ze het hier en nu met verhalen over vroeger oprekken en de belichaming zijn van generaties die komen en gaan. Hoe spannend moet het zijn te horen dat je opa met je opa heeft gelopen en dat je vader en moeder ontstaan zijn uit lentekriebels. Hoe was het leven met 1 kanaal en een testbeeld, met sloten die nog bevroren en amper auto's op straat? Nou, ik ben bang dat ik een velletje vergeten ben mee te nemen. Nee, ik heb het. De aanstaande wet drempelverlaging omgang grootouders is een stap vooruit, maar roept ook vragen op. Evenals bij vechtscheidingen mogen kinderen in conflict tussen grote mensen niet de status van gijzelaar krijgen. Maar dien ik het belang van mijn kleinkinderen als ik naar de rechter stap en zo hun loyaliteit jegens hun ouders op de proef stel? Zijn we niet opnieuw bezig kinderen in een soort jeugdland te plaatsen? Zouden ouders en grootouders niet, juist in het belang van het kind, gezamenlijk moeten besluiten tot herstel van de omgang? We appen, chatten, twitteren. Maar praten we nog wel voldoende? Is de grootste drempel niet ons emotionele analfabetisme? Dat was het, dank u. Dank je wel, Els, voor dit persoonlijke verhaal. Neem alsjeblieft plaats op een van deze 3 stoelen, dan nodig ik Peter de Rijk, uitgeverij-redacteur, uit om je te bevragen over je novelle Even Kaas Halen. Ja, Els, een pittig onderwerp.
En we gaan dat vandaag op diverse manieren belichten. Het is een persoonlijk verhaal. Het is inmiddels, zoals we nu ook door de film gezien hebben, een probleem dat veel verder strekt dan alleen jouw leven. Er zijn heel veel opa's en oma's die daardoor verdriet hebben. En wellicht ook de kleinkinderen. Dat kunnen we natuurlijk niet helemaal inschatten. Maar het gaat ver. En ik heb natuurlijk jouw boek gelezen. En ik dacht van, waar is om te beginnen de keuze vandaan gekomen om het in deze vorm, je hebt drie vertellers gekozen, het kleinkind, de moeder en de grootmoeder. Hoe kwam je daarop? En vergeet je microfoon niet. Omdat ik het zuiverste vorm vond. Ik heb er heel lang over nagedacht. Had ik het alleen geschreven vanuit de grootmoeder, dan was het misschien een klaagzang van kijk eens hoe verdrietig ik ben geworden. Had ik het alleen geschreven vanuit het kind, dan was er te veel onbegrip geweest voor die kibbelende, onbegrijpelijke volwassenen. Die maar niet tot overeenstemming en verzoening kunnen komen. Had ik het geschreven vanuit de moeder, dan was het ook heel erg complex geworden. Die zit ook in frustraties gevangen. En omdat ik het zie toch eigenlijk als een onmacht die alle mensen gevangen kan houden, besloot ik tot die drie vertelperspectieven. Ook omdat ik niemand specifiek de schuld wilde geven. Mm-hmm. Ja, ik vroeg me ook direct af, kunnen we eigenlijk wel van schuld spreken? Het grote probleem natuurlijk met bijna iedere ruzie is dat het zelden gaat over datgene waar de ruzie door ontstaat. Toch? Ja, misschien is schuld eigenlijk ook niet het goede woord. Ik benadruk heel vaak het woord onmacht. Mm-hmm. Hè? Maar kijk, ieder mens heeft zwakke en sterkere eigenschappen. Ieder mens kan falen, ieder mens kan een fout maken. Zo leer je ook, of niet. Mm. Zo groei je in ieder geval als mens. En dat geldt zowel voor kleine als voor grote mensen. Dus het wat ik per se wilde vermijden is zeggen, nou dit is zo gekomen en die heeft het veroorzaakt en die heeft het verergerd en die heeft het niet gestopt. Zo simpel ligt het niet. Mm-hmm. Het is vaak een samenloop van omstandigheden. In mijn geval speelde daar dus ook een ernstige ziekte een rol, die mensen uit hun evenwicht brengt, die viel weer samen met een ziektegeval van mij op hetzelfde moment. Dus daar krijg je ook al een frictie. Dan ontstaan er spanningen. En die spanningen die doen het escaleren. En als je dan op een gegeven moment terug gaat kijken waar is het misgegaan, dan is dat vaak iets heel onnozels. Ja. Het kiezelsteentje waar je over struikelt en je hele gezicht openhaalt. Maar er is natuurlijk veel meer aan de hand en het ligt niet aan het kiezelsteentje. Mm-hmm. Het is eigenlijk knap dat je toch het werkelijke verhaal erbuiten hebt gehouden, jouw verhaal. Terwijl je wel degelijk aankaart wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt. En je hebt dan die drie vertellers. Maar voor mijn gevoel heeft de kleindochter toch de boventoon. En ik heb ook het idee dat dat de juiste keuze is. Want hoe we het ook wenden of keren, het kleinkind is de klos. Die kan helemaal niet meebeslissen, meepraten. Maar heeft wel te doen met de situatie. Was dat ook de reden waarom je haar zo vaak aan het woord liet in jouw boek? Het zat eigenlijk ook al een beetje in de inleiding die ik gehouden heb. Mm. Ik heb mijn leven lang met en voor kinderen gewerkt. Mm. Ik heb honderden interviews gemaakt met kinderen. Ik heb veel kinderboeken geschreven. Ik heb het ook in de periode waarin ik politiek actief was voor kinderen opgenomen. En De kinderen bewonder ik om hun onbevangenheid, om hun directheid, om hun logische manier van nadenken. Maar kinderen zijn natuurlijk ook kwetsbaar. Ja.
en verdienen beschermd te worden. Dat is onze verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En ik vind dat dat heel slordig gebeurt. Ik vind het schandalig dat wij in een land, een rijk land, een van de vier rijkste landen ter wereld leven, waar zo bezuinigd wordt op jeugdzorg, waar zo bezuinigd wordt op onderwijs, en waar we op een schandalige wijze omgaan met het milieu, met de toekomst, die vooral de toekomst van onze kinderen is. He, we hebben de mond vol over kinderrechten, maar tegelijkertijd vertrappen we ze. En ik vond het zeker ook in deze kwestie, in deze context, he, waarin kinderen inderdaad de klos zijn, dat zijn ze vaak bij scheidingen, maar dat zijn ze in feite ook bij scheidingen tussen ouders en grootouders, dat die een stem moesten hebben. In werkelijkheid hebben ze die nauwelijks. Pas als je 12 jaar bent, mag je meepraten, mag je je mening geven. Als je niet al te veel gemanipuleerd wordt daarbij door de directe volwassenen weer. Ja, ja. He, dus dat vond ik oneerlijk. En daarom ook heb ik die kinderen in dat boek naar boven gehaald en heb ik ze volwaardige medespelers laten zijn. Mm-hmm. He, helemaal conform mijn principes en mijn rechtsgevoel van die volwassenen. Ja. He, en laat ik dat jongetje van 6 ergens zeggen, al 6 jaar ruzie. Dan ben ik 12 als het goed komt. Ja, Want over zo'n periode praten we. Tegelijkertijd laat je ook zien dat op het moment dat er weer een vorm van communicatie of ontmoeten dreigt te ontstaan, dat ook soms volledig verkeerd geïnterpreteerd wordt. In jouw boek probeert de moeder op een zeker moment te bedenken, maar hoe is mijn moeder erachter gekomen waar we zitten? Want ze zijn verhuisd en ze willen geen contact. En dat is min of meer toeval geweest. Maar ieder woord wordt gewogen en meteen in het negatieve getrokken. En je ziet in hoe jij het beschrijft ook hoe de woede meteen opnieuw zuurstof krijgt en dreigt te ontvlammen. Terwijl zelfs de kinderen dan al inzien van, ja, maar zo is het helemaal niet hoe jij denkt dat het is. En dat is natuurlijk zowel in de werkelijkheid als in jouw boek een enorm probleem. Dat het zo gevoelig ligt allemaal. Ja, en dat er dus een heleboel valse, verkeerde interpretaties op de loer liggen. Hmm. Ik heb een keer een brief gestuurd in een van de vele pogingen weer om het contact aan te halen. En daarbij heb ik per ongeluk de twee voorste letters omgedraaid. Ik had eerst maar één letter geschreven en toen dacht ik, ja, dat is een beetje kort. Laat ik die tweede voornaam ook nog maar even weergeven in een letter. En dat heb ik verkeerd gedaan. Ik ben zo bezig geweest met de inhoud dat ik de verkeerde adressering op de envelop heb gezet. Mm-hmm. Dat werd onmiddellijk gezien. Oh, dat is dan kennelijk een aanwijzing dat jij ons al aan het vergeten bent. Dat je je vergist in de volgorde van de letters. Ik geef dit aan als een... Het is zo onbenullig. Mm-hmm. Daar heb ik onmiddellijk weer een app aangeweid. Het was per ongeluk. Maar zo zie je dat de zaak is dermate gepolariseerd, dat zelfs de kleinste vergissing aangezien wordt voor een doelbewuste actie. Ja. En het is op eieren lopen. Tegelijkertijd wil je eigenlijk niets anders en dan bij voorkeur nog zonder taal. En ik ben een taalmens altijd geweest. En dan denk ik, oh, zou ik zonder taal gewoon een arm om iemand heen willen slaan? En laten we ophouden met praten, laten we gewoon elkaar een knuffel geven en doorgaan, maar laten we ophouden met praten, want alles wordt verkeerd uitgelegd. Toch eindigt het boek ermee dat de vader met de kinderen op een gegeven moment afstand nemen om moeder en dochter het uit te laten praten. En dan mogen we hopen, want daar stopt het boek, dat mogen we wel verklappen, dan mogen we verwachten van dat het toch nog goed komt, dat mensen op een gegeven moment toch even over hun drift en verdriet heen stappen en zeggen van, oké, we gaan het nog een keer proberen. En ik denk dat jij zelf ook die hoop hebt, niet alleen voor jezelf, maar voor heel veel mensen, dat jouw boek misschien een opening geeft op een nieuw begin, waarin mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten zoals het eens was.
Ja, het is moeilijk om die hoop op te geven, want dan word je zo cynisch. En daar valt. Dat is een je neerleggen bij waarmee niet te leven valt. Dat is ook een beetje het moeilijke en het ambivalente van deze situatie. Dat ik aan de ene kant de neiging en de aandrang heb om het van me af te schuiven en er niet aan te denken. En aan de andere kant toch weer hoop eigenlijk dat het goed komt. En dat vond je ook terug in die documentaire van Max. Die mensen die hebben allemaal datzelfde. En dat vreet aan je. Dat raak je niet kwijt. Ja. Maar het is misschien ook wel goed om te zeggen, want ik ken zelf de situatie als kind, dat je op een zeker moment van de ene dag op de andere nooit meer je hele familie ziet op jouw ouders na. Tenminste van één kant dan. En ik was in jaren 14, 15, daar heb je je hele leven last van. Ja. Want je begrijpt het niet en ook als het uitgelegd wordt, neem je daar geen genoegen mee. En het bepaalt ook de houding van hoe je verder in je leven verder gaat. Dat is ook iets wat mensen moeten beseffen. Ja, en daarom, en dat heb ik met plezier geschreven, heb ik die kinderen tot zulke belangrijke acteurs in het verhaal gemaakt. Ze trappen ook niet meer in die verkeerde interpretaties van die in de reacties van de ouders. Ze corrigeren die ouders, omdat ze aanvoelen van, hey, daar heb jij misschien wel gelijk in, maar daar heeft zij gelijk in. En wij hebben ook onze ervaringen. Ja. En dat is eigenlijk de groei die kinderen in deze conflictsituatie doormaken. Maar ik ben het helemaal met je eens, en dat is de schade. He, waar mensen te gemakkelijk overheen stappen. Ja. Dat als mensen niet over hun eigen schaduw durven heen stappen, als mensen niet zich kleiner durven te maken om groter te worden, dan kunnen ze hun kinderen voor altijd beschadigen. En daar staan ze ook weer niet voldoende bij stil. Dus als we praten over het belang van het kind, waar hebben we het dan eigenlijk over? Ja. Nou ja, mensen moeten je boek gaan lezen. Ik denk dat je best hebt gedaan om het in ieder geval helder en duidelijk te schetsen. Daarnaast is het gewoon een mooi geschreven boek. Dus ja, dankjewel voor dit gesprek. En dan is het nu tijd voor Frank. Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Peter. Dankjewel, Els. Dames en heren, zoals gezegd, Els de Groen moet blijven zitten, blijven op het podium blijven, want ik wou zeggen, is ook dichter, zoals gezegd. Dit lijkt me een mooi moment om Els te vragen enkele gedichten te lezen. Het is best goed wanneer het woord van de verbeelding, het woord van de argumentatie even onderbreekt. Els, aan jou opnieuw de microfoon. Je doet het vanuit je stoel. Prima. Ja, dat maakt niet zoveel uit, hè. Waar ik sta. Dit is een scène die ook een beetje in het boek terugkomt. Afijn, het gedicht spreekt voor zich. Ja hoor, de eter is vol oma's. Als vogelgezang in mei, buiten op straat, in winkels, uit openstaande ramen. Oma, koop je koekjes? Oma, mag de tv aan? Oma, maak je spaghetti? Nee, wil ik schreeuwen. Luid en onverbiddelijk nee. Maar het gaat me niets aan. Ze richten zich tot anderen. Ze roepen naar vrouwen met lachrimpeltjes en monden die staan naar ja hoor. Oma's zeggen geen nee. Echte oma's niet. Toneel. Je was een leuk ventje. Als je huilde, moest ik lachen om de bekken die je trok. Zo onnavolgbaar komisch dat ik zeker wist dat je toneelspeler zou worden. Maar je zit op voetballen, hoorde ik van je moeder. 8 jaar ben je inmiddels. Een joch dat, naar het schijnt, ook weg is van techniek. Als we elkaar ontmoeten omdat we jarig zijn, geven we elkaar een box en een klein cadeautje. Jij bent al te oud om hardop te huilen.
Ik doe het zo stilletjes dat het jou ontgaat. Jij werd toneelspeler en jij werd voetbalspeler en ik werd toneelspeler. Vragen. Ik ken je kamertje niet. Ik weet dat mijn cadeaus er staan. De boeken, de spellen, de Lego. Maar niet wat er aan de muur hangt. Niet of er tapijt op de vloer ligt. Niet of je geheime verstopplaatsen hebt. Onder je bed, op de kast. Ik weet zelfs niet eens hoe je slaapt. In een ledikant of een hoogslaper. En of je je bed deelt met knuffels. Ik zou het je kunnen vragen, maar steeds als ik je zie, is je kamertje onbelangrijk. Dan kijk ik uitsluitend naar jou, naar die wiebeltand of je vlechtjes. En zwijg ik, plotseling verlegen. Hoe minder ik van je weet, hoe minder ik weet te vragen. Vragen hebben geen antwoorden, maar aanleidingen nodig. Dank je, Els. Dames en heren, als u geïnteresseerd bent in de poëzie van Els de Groen, donderdag 6 juli, aanstaande donderdag, verschijnt op het poëzieplatform Meander een interview met Els de Groen door Cora de Vos. Beste mensen, we breiden het zithoekje uit naar 3 plaatsen en ik vraag mevrouw Truus Barendsen en meneer Peter Prinsen op het podium te komen en plaats te nemen op de 2 stoelen voor een gesprek met Peter de Rijk over hoe om te gaan met het ontzeggen van contact tussen grootouders en kleinkinderen. Zo, we zitten allemaal. Dan wilde ik toch beginnen met Peter Prinsen. Welkom. Ik bekeek even de website en werd meteen geconfronteerd met mijn eigen naïviteit. Want ik zag dat u gespecialiseerd bent, familierecht. En voor het eerst zie ik dan poëzie eigenlijk in combinatie met recht. Want op de website wordt de grote dichter Nijhoff geciteerd. De schrijfmachine mijmert gekke praat. Kijk maar, er staat niet wat er staat. En ik vond het mooi, want meestal als het om rechten gaat van mensen, dan wordt eindeloos Kafka geciteerd. Als het gaat om Babylonische spraakverwarringen. El Schot wordt vaak gememoreerd. Omdat het dan gaat over ook weer onduidelijkheden van het recht. Maar in dit geval wordt eigenlijk dankzij Nijhoff duidelijk gemaakt dat de rechtspraak, de taal die gebezigd wordt, blijkbaar toch niet helder genoeg is om sommige problemen op te lossen. Ik kan me voorstellen dat u dat zeer wel overwogen op uw website geplaatst heeft. Jazeker, dat klopt. Wat ik daarmee heb willen zeggen, dat is dat er, om het eventjes in technische termen te vertellen, de semantiek van het recht, dat is wat betekenen die woorden van het recht,
En de pragmatiek, die hebben elkaar verloren in de wetgeving. We hebben een belangrijk beginsel en dat is het beginsel lex certa, dat is het zekerheidsbeginsel. En nou kun je de wet wel veranderen, maar je kunt er donder op zeggen dat binnen een paar jaar de nieuwe rechtsregel een uitleg geeft aan die oude wet, aan de nieuwe wet, die het oude recht herstelt in zijn oude vorm. Ja. Ik had daar een aantal bepaalde dingen op hoog. Ik heb tussen haakjes een PowerPoint, ik weet niet of dit het juiste moment is. Kan een elk moment wanneer u dat wil. Als het handig is, doen we dat nu even. Ja, want het toeval wil dat die verschijning van EVK-zalen van Els, dat dat ongeveer samenvalt met een wetsontwerp drempelverlaging voor omgang grootouders. Ja. En daar is iets heel raars aan de hand. Als ik even de volgende pagina van deze PowerPoint mag krijgen. Uh-huh. Kijk, gaat iedereen denken dat ik een dogmaticus ben. Ik ben helemaal geen rechtsdogmaticus. Ik houd helemaal niet van rechtsdogmatiek. Ik interesseer me in de filosofie achter die rechtsdogmatiek. Het is nu nou eenmaal actueel. Er is het bestaande artikel 377a, dat luidt: het kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staan. En met dat laatste, wie wordt daarmee bedoeld door de wetgever? In het bestaande recht. Daarmee wordt bedoeld de grootouders, de buurvrouw, iedereen die in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. En dat moet je dan bewijzen. Nou, voor grootouders heeft de wetgever nu een uitzondering gemaakt. Die hoeven dat niet meer te bewijzen, want ze worden ontheven van de stelplicht en de bewijslast voor grootouders. Mm-hmm. Drempelverlaging heet dat wetsontwerp. Mm-hmm. En wat verandert er? Er wordt een toevoeging gedaan. Een grootouder wordt vermoed in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind te staan. Nou hou ik op met die juridisch-technische dingen. Maar nog één ding, de volgende. In de memorie van toelichting lezen wat daar de wetgever mee heeft willen bereiken. Die heeft dat helemaal niet willen verlagen, die drempel. Dit wettelijk vermoeden kan tijdens de behandeling door belanghebbenden worden weerlegd. Ja. En dan zijn we weer terug bij af. Mm-hmm. En dan zijn we waar u over begon. Die Martinus Nijhoff regels, maar, er staat niet wat er staat. Mm-hmm. Het blijft allemaal precies hetzelfde. Ja, wat ik er ingewikkeld aan vind is dat er, ik pak het papiertje er even bij, want het is natuurlijk allemaal juridisch, moet het even goed zeggen. Dat er vooral de hele tijd gedacht wordt aan het belang van het kind. En dat er ook gesproken wordt dat de mening van het kind meetelt. Maar hoe kun je als rechter bepalen wat het belang van een kind is? Want op het moment dat er geschil is, heb je twee partijen. En die hebben een letterlijk tegenovergesteld belang bij deze zaak. En kan een kind daar bijvoorbeeld dan een doorslag in geven? Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen, want Els maakt het daarnet al duidelijk. Het kan natuurlijk zijn, zeker als het jaren duurt, dat grootouders het kleinkind niet hebben mogen zien, dat de kinderen gemanipuleerd zijn. Die hebben voortdurend nare verhalen gehoord. Hoe eerlijk is het dan nog?
niet eerlijk. Het kan eenvoudig niet. Er zijn rechters die zeggen, ik kan als ik een kind hoor, precies nagaan of wat het kind zegt authentiek is, uit het kind zelf voortkomt of niet. Ik was advocaat, familie- en jeugdrecht. Ik heb er altijd een groot vraagteken achter gezet. Mm-hmm. Ik heb er nooit in geloofd dat het belang van het kind een goede aanwijzing oplevert om een geschil tussen ouders, maar ook grootouders en ouders en kleinkinderen, om daar een criterium van te maken, belang van het kind. Ja. Ik leg het anders uit. Ik vind dat de wet en de verdragen die spreken van het belang van het kind, het erover hebben dat je dat de wet niet ertoe mag leiden dat je kindsoldaten werft, bijvoorbeeld. Uh-huh. Om het land te verdedigen. Dat moeten die ouders zelf maar doen. Maar je mag nooit kinderen gebruiken om een algemeen belang te verdienen. En daarmee houdt het op, onze wijsheid over het belang van het kind. Ja. Mooi gezegd, ja, dat is dan de juridische kant. We hebben gelukkig vandaag een hele vriendelijke invaller voor een gast die ziek geworden is. Truus Cornelissen, secretaris van stichting KOG, Kinderen, Ouders, Grootouders. Ik neem aan dat naast de juridische kant er duidelijk een vooral sociale, emotionele kant is aan dit verhaal. Want we kunnen wel van alles bedenken in de wet. Maar mensen die hebben waarschijnlijk soms letterlijk lak aan de regels. Want er is al een enorme ruzie ontstaan. En hoe wordt die opgelost? Wat doet uw stichting met dit probleem? Vergeet u de microfoon niet. Oh ja. Zo goed? Perfect. Die stichting doet niet wat u denkt en ook niet wat mevrouw De Groen dacht toen ze mij het boekje stuurde. Die stichting houdt zich bezig met mensen die contact hebben met jeugdzorg. Oké. En jeugdzorg en grootouders, nou, een enkele keer. Ik heb een raar verhaal meegemaakt. Het was een uit huis geplaatst meisje. En haar moeder was Française en de moeder van die moeder woonde in Parijs. En die kwam uit Parijs helemaal hier naartoe om dat kind te ontmoeten. Dat had ze gevraagd aan jeugdzorg en dat mocht. Maar toen was ze zo dom om op te vallen. Ze had de poes waar dat meisje dol op was meegebracht in zo'n kattenmandje. Nou, die zat braaf in dat mandje. Niemand deed dat mandje open, dus niks aan de hand, zou je zeggen. Toen heeft jeugdzorg, toen ze weer weg was, haar een briefje geschreven dat ze helemaal geen contact meer mocht met dat meisje. Want ze had voor zoveel onrust gezorgd. Poes in een kattenmandje, ik snap dat niet, maar goed. En dat mag jeugdzorg dan nog zeggen, denk ik. Maar wat ze niet mochten zeggen, en toch zeiden, ze mocht er ook geen briefje of kaart of zo sturen. Ze mocht geen enkel contact meer hebben. En dit was een schriftelijke aanwijzing. Nou, dat kan helemaal niet tegen een grootmoeder, maar oké. Mm-hmm. Zo ging het. Verder kunnen we eigenlijk niks in verband met jeugdzorg. De algemene dingen van hou zoveel mogelijk je mond, want alles wat je zegt kan verkeerd uitgelegd worden. Zeg nooit iets lelijks over die ouders. Dat wordt zeker verkeerd uitgelegd. Maakt niet uit wat je zegt en of je het kunt bewijzen. Nee, dat moet je gewoon niet doen. Daar gaat het toch ook niet om. Het gaat erom dat jij af en toe je kleinkind wil zien. En ja, daar staat jeugdzorg. Wat ik ervan hoor, al die keren dat het goed gaat, hoor je het niet, hè? Nee. Maar als ik dat hoor, ja, dan staan ze niet om te springen. Dat is alleen maar weer extra last. Mm-hmm. Niks grootouders. En ik heb ook een keer gehoord, nee hoor, er zijn nou zoveel opa's en oma's, kom op zeg.
Dat was dan een uit huis geplaatst kind. En daar waren dan in dat pleeggezin twee opa's en twee oma's. Het lijkt mij niet hetzelfde als je eigen oma, maar het was dus een argument. Nee, er zijn er nou al zoveel, zo is het mooi. Tja, ja. Wordt nu net even genoemd, een moeder die dan uit Frankrijk komt. Hoe zit het internationaal gezien? Is dit een typisch Nederlands probleem of zijn er andere landen waar men wat, ja, wat mij betreft, wat menselijker eigenlijk probeert te zijn in zaken dit probleem? Nou, het wetsontwerp waar ik het net over had, dat, daarin is vooraf gegaan een studie van een stichting, een wetenschappelijke stichting. En die heeft een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan. En het blijkt dat wat hier in Nederland is gebeurd in dit wetsontwerp, dat is dat geitenpaardje. De grootouders worden geacht in een speciale band te hebben met het kind. Verhouding te staan tot het kind. In België staat er gewoon recht voor zijn raap. Grootouders hebben een recht op omgang. Uh-huh. En dat geitenpaardje wat hier nou weer wordt gebruikt in Nederland, in dat wetsontwerp, dat geitenpaardje loopt dood, want als de zaak aan de orde komt, dan wordt er alsnog diezelfde vraag opgeworpen of weerlegd. De grootouders hebben geen nauwe persoonlijke betrekking met het kind. België is daar dus anders over. Duitsland ook. En nog een paar landen. Maar ondertussen, het probleem is wel erg internationaal een probleem. Want al die landen hebben een probleem ermee. En dat is belang van het kind. Mm-hmm. Dat is overal maatgevend. Ja. En je hebt in al die landen, ook in België, heb je, als het gaat om vechtscheidingen, kinderen die mogen de andere ouder niet meer zien van degene die het kind verzorgt. Daar heb je ook verenigingen die dat allemaal proberen recht te stellen. Mm-hmm. En ja, ik vind eigenlijk dat het belang van het kind geen rol hoort te spelen. Waar het om gaat, dat is, ik ga eventjes naar de achterkant van het boek. Mm-hmm. Daarom heb ik eventjes weer van je geleend. Alle drie, dus grootouders, ouders en kinderen, zijn ze slachtoffer in een conflict dat zich lang geleden heeft afgespeeld en nooit is bijgelegd. Dat is de achterkant van het boek. Ik wil daar toch een vraagteken bij zetten. Wat ik zou willen zien, dat is als doel van die wetgeving die we maken, dat er dat geschil, dat moeten we niet op willen lossen. We moeten daarmee leren omgaan en dan toch al die contactmomenten laten voorbestaan die van tussen kinderen en de andere ouder in de scheidingssituatie, kind en grootouders. We moeten dat conflict niet op willen lossen, dat is veel te hoog gegrepen, maar we moeten daar leren onverstoorbaar mee om te gaan. Nou kun je daar moeilijk een wet over maken, dat de ouders verplicht om onverstoorbaar om te gaan met conflicten die er zijn. Mm-hmm. Dat kun je niet in wetten vastleggen. Ja. En daarom vind ik ook het belang van het kind hoort eigenlijk ook niet in de wet te staan, behalve in het verdrag zoals dat bedoeld is. Ja, want dat vroeg ik mij ook af, puur praktisch. Van scheidingen weten we dat dat ook op een zeker moment geregeld kan worden. Een bepaald aantal dagen of uren dat de ene of de andere ouder het kind mag hebben.
In dit geval zitten we natuurlijk met een situatie dat ouders beslissen... mijn kinderen komen niet meer in contact met opa en oma. Kun je überhaupt juridisch gezien ouders verplichten tot een bezoekregeling? Ik heb daar geen idee van. Of houdt juist deze drempelverlaging waarover gesproken wordt in dat ze dat willen proberen? De bedoeling van dat wetsontwerp is, laat ik het even anders zeggen, het boek, dat boek van Even Kaashalen, waar gaat het over? Dat gaat over de onmacht van mensen om met een geschil om te gaan. Uh-huh. Op te lossen staat er in het, op de achterflap. Ik zeg dat anders, de onmacht van mensen om met een geschil om te gaan. Oplossen, dat doe je maar als de kinderen de deur uit zijn. Hè? Maar zolang dat niet het geval is, moet je leren om die geschillen niet maatgevend te laten zijn. Wou eigenlijk het nog eraan toevoegen. Mijn vrouw vroeg waar het boek lag op tafel en ik had het uit. En ze vroeg waar gaat dat boek over? En toen zei ik over de onmacht van mensen om een geschil op te lossen. Zo staat het ongeveer daar. Toen zei zij, voer voor psychotherapeuten dus. Mm-hmm. Ik zeg nee, voer voor gezond verstand. Maar het gezond verstand van de een is niet het gezond verstand van de ander. Daar gaat het boek over. Ja. Mooi, samengevat. Ik kan me voorstellen dat jij als schrijfster van het boek er misschien een vraag over hebt of een opmerking. Ik heb er zelf in, sorry. Ja. Toen ik die... die korte PowerPoint-presentatie las. Toen schrok ik eigenlijk nogal. Kijk, ik heb bij die nieuwe wet drempelverlaging... omgang grootouders, heb ik gedacht... nou, dat kan ik niet doen, want dan breng ik mijn kleinkinderen in de problemen. Die afweging heb ik gemaakt. Dat kan ik ze niet aandoen, want dan krijg je een soort vechtscheiding... maar dan tussen andere generaties. Dat wil ik niet. Maar er waren ook momenten dat ik zo wanhopig was... dat ik dacht, misschien moet ik het toch doen... want ik zie geen andere uitweg meer. Ik begon een beetje te schuiven in mijn bereidheid... eventueel gebruik te maken van deze wet. En... toen ik die PowerPoint-presentatie zag en die memorie van toelichting... waar dus in feite de drempel niet verlaagd, maar verlegd werd... en er dan toch weer een band die eerst erkend wordt... hè, een hechte band met grootouders, vervolgens weer weerlegd kan worden... toen voelde ik me enorm bekocht. Ik denk, ja, hier wordt mij een mogelijkheid aangereikt die er geen is... Dit is poppenkast. En dat doet enorm pijn, omdat je al genoeg voor je kiezen krijgt. Hè? En dan denk ik, ja, er is er eigenlijk nog maar één manier. En dat is een goede grimeur opzoeken. En als een soort verklede actrice in de buurt van mijn kleinkinderen gaan wandelen. Wat vindt u daarvan? Je bent niet de eerste die dat zou doen. Er is in het... even denken hoe de man heet, hoor. Een man die heeft naam gemaakt in de Europese rechtspraak. Die was later hertrouwd met een grimeuze van het toneel. En die heeft zich helemaal laten grimeren als een bedelaar.
En die, hij wist waar zijn kind woonde. En hij is daar aan aanbellen en dat kind deed open. En het kind herkende hem niet, want hij was zo goed gecremeerd. En hij ging vragen om een glaasje water, wat hij van zijn kind kreeg. Hendricks heette die man. Wim Hendricks. Dat is de man die op Europees niveau een doorbraak heeft gekregen om dat artikel 8 van het Europees verdrag, om dat open te breken voor dit soort situaties. Maar het hielp hem allemaal niet, want de wet is taaier dan deze wijsheid van, die erachter zit. Aan die wet heb je gewoon helemaal niks. Je moet, het gaat niet om de wet, het gaat om, je moet dat eigenlijk, de wetgever moet niet aan het belang van het kind denken. Nee, er moet gewoon, er zijn natuurlijk wel essentiële beperkingen, maar het is niet zo dat, dat je dat zo kunt vangen in die wetteksten zoals we dat op het ogenblik bereid zijn blijken te doen. Maar als ik afzie van een goede grimeur, omdat me dat misschien voor een kort ogenblik in contact brengt met mijn drie kleinkinderen, wat blijft mij dan over? Ik hoor toch wel, vind ik, behoorlijk verontrustende verhalen over, ik zou bijna zeggen, de dictatuur van jeugdzorg. Die dwars over relaties van mensen heen walst. En ik zelf heb dan te maken met een advies ergens, een diagnose van een therapeut of een psycholoog die zich kan verschuilen achter medisch beroepsgeheim en die mij in afwezigheid gediagnosticeerd heeft. Wat kan ik dan nog als deze rechtsmaatschappij, deze rechtsstaat zo in elkaar zit dat ik nog met de trucendoos van de Candid Camera naar mijn kleinkinderen kan. Nog via deze nieuwe wet die in de memorie van toelichting weer terugpakt wat in de wet gegeven wordt. Nog via jeugdzorg of via de therapie, de psychotherapie, die mij in afwezigheid via een soort raadselachtige telepathie heeft gediagnosticeerd. Tot wie moet ik mij dan wenden? Is er überhaupt voor mij en voor al die andere grootouders dan nog een weg te gaan naar die kleinkinderen? Nee. Dat is erg treurig, dat is, die weg is er niet. En daarom moeten we eigenlijk die hele wetgeving over omgangsrecht, die kunnen we beter, die kun je beter afschaffen. Die heeft geen, er zijn natuurlijk problemen, er zijn allerlei verschillende situaties, denk maar, waarin er toch wat helderheid moet komen, maar als het gaat om eigenlijk goedwillende mensen, goedwillend, dan kun je dat nauwelijks in de wetgeving vastleggen. Dat kun je niet in wetgeving vastleggen. En je moet alleen niet belemmerd worden in. En we moeten niet denken dat we dat in wetgeving kunnen vastleggen. We moeten dat. Het gaat alleen om. We willen allemaal in die wetgeving criteria opwerpen waaraan voldaan moet worden. Maar dat is het, daarmee lok je nou juist misbruik van de wet uit. En. In een rechtszaak over een omgangsregeling of een regeling van een echtscheiding,
Ja, dat slaat niet op deze manier, maar op het boek wat jij nu hebt geschreven. Maar het is zo dat je moet niet proberen om daar regels voor te maken, maar gewoon als er een wet wordt ingeroepen, die wet die moet alleen gaan over algemene dingen en niet over de vraag of het wel goed is voor het kind. Uitzonderingen daar gelaten. Kortom, we kunnen beslissen dat het belangrijk is dat jij dat boek geschreven hebt. Want de dialoog tussen mensen is uiteindelijk het belangrijkste. Alleen als mensen weer gaan praten, hè, als blijkbaar dus de wet ontoereikend blijft of voortdurend kan verschuiven, gespeeld kan worden met woorden, ja, dan is misschien de literatuur het antwoord of een begin daartoe. Laten we dat hopen. Het is in ieder geval iets waar, denk ik, hoeveel mensen vooral over gepraat moet gaan worden. Ik denk dat de documentaire van Omroep Max daar een beginnetje toe was, in jouw boek nu. En vooral omdat er zoveel mensen eigenlijk slachtoffer van zijn, van die hele situatie, waarin mensen dan denken, ja, de wet kan ons wellicht helpen, dat is dus niet zo. Dus we moeten zelf aan de gang, zoals u al heel duidelijk hebt uitgelegd. Frank. Even kijken, ik wilde meneer Prinsen en mevrouw Barendse van hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het helpen doorbreken van deze met taboes omgeven verdrietige problematiek. Ik kan me voorstellen dat onder de aanwezigen in de zaal bij een onderwerp als dit vragen zijn. Zijn ze er? Ik zie een hand, ik zie een tweede hand. Zou u dan met z'n allen nog even willen blijven zitten en daarop willen ingaan? Dan is het misschien handig als u als eerste naar voren komt. U kunt misschien de microfoon van Els Groen nemen. Misschien dat u uw naam ook wilt zeggen. Ja hoor, ik ben André Oosterwijk en ik woon in het verre Luiksgestel tegen de Belgische grens samen met mijn vrouw Rita. En ik zie mijn kleinkind Luna al ruim 3 jaar niet. In het najaar gaan we een tweede rechtszaak aanspannen omdat het gewoon voor ons onverteerbaar is dat zeg maar niet naar een kleinkind wordt gekeken. Want daar gaat het om, gaat om het kleinkind, gaat in principe dat wij het kleinkind graag willen zien. Maar daar spelen de gevoelens van bijvoorbeeld een vader die dat tegenhoudt wat ons betreft niet. Het gaat echt om wat Luna zelf nodig vindt en dat moet gewoon duidelijk worden en ook erkend worden, dit soort zaken. Dus daarom heb ik ook een vraag op papier gezet om het wat makkelijker te maken voor mezelf. Beste aanwezigen, onrecht is nooit terecht. In welke situatie dan ook. Grootouders die vaak buiten hun eigen schuld hun kleinkinderen noodgedwongen lang of voor altijd loslaten, kan nooit terecht zijn. Dat moet zo langzamerhand echt tot alle belanghebbenden doordringen. Het boek van Els kan daarin een bijdrage vormen en het besef losmaken dat deze scheiding tussen kleine en grote mensen moet veranderen. Mijn vrouw en ik hebben onze eigen kleindochter ruim 3 jaar niet meer mogen ontmoeten. En toch zijn we in dit geval de enige grootouders. Heel veel mensen en kleinkinderen hebben verdriet omdat ze niet serieus worden genomen. Wetsvoorstellen zonder hoop zijn niet terecht. Mijn vraag is wat nodig is dit onderwerp echt hoog op de agenda te krijgen. En ook deze ramp in de jeugdzorg in het belang van de jeugd voorgoed te beëindigen. En ik ga zelf ook een boek schrijven, misschien dat ik met u contact kan opnemen over dit wat mij ons gebeurd is. Dank je wel. Is er iemand die
van u die daarop wil reageren? Of... Oké. Het was ook een duidelijk statement dat u maakte. Dan zou ik willen vragen de volgende vragen stellen. Mijn naam is Nico Kussendrager. Ik ben partner van Cora de Vos, degene die het interview voor Miander met Els heeft gedaan. En via Cora ken ik Els. Ik heb een vraag aan de meneer van het recht, meneer Prins, geloof ik. Prinsen. Heeft u een verklaring waarom in Nederland die wetgeving, wat u zegt, wat in de wet staat, wordt in de memorie van toelichting teruggenomen? Het is een overwegend conservatieve regering. Dan vraag ik me af. Waarom wat eerst een drempelverlaging is, waarom werd dat ineens een drempelverschuiving, terwijl het kennelijk in het buitenland anders geregeld is? En een tweede aansluitende vraag is, is er jurisprudentie waar het gaat om de afweging van belangen van ouders, grootouders en kinderen? Ja, die eerste vraag. In België, daar is het eigenlijk zoals het zou moeten zijn. Daar wordt die wet, die woorden van de wet worden niet teruggenomen in een... maar toch zijn er in België ook tal van groeperingen van ouders en grootouders die met dit probleem worstelen. Weet ik de oplossing? Nee, sorry, ik weet het niet. Ja, ik weet het eigenlijk wel. Als het gaat over het treffen van een omgangsregeling, dan moet het niet gaan om wat goed is voor het kind. Het enige waar het over moet gaan is de vraag of het slecht is voor het kind. Zijn diegenen die een omgangsregeling vragen, als je daar een, zoals in dat nieuwe ontwerp, als je daar een wet over wil maken, er moet alleen de vraag gesteld worden, zijn er belemmeringen die noodzaken, die nopen tot het afwijzen van een omgangsregeling. Dan moet je daar nog heel zuinig mee zijn. Maar we zijn allemaal veel te veel geneigd om te zeggen dat we het denken te weten wat goed is voor een kind. Nou, wat goed is voor een kind, dat is geen ruzie maken en daar geen gedoe voor vragen. Dan kun je zeggen, nou ja, het enige wat van belang is, zijn er negatieve factoren die een rol spelen. Maar dan moet het eigenlijk ook ophouden. Wil je dat af kunnen dwingen? Ik weet niet of dat lukt, maar ik vind het een onoplosbaar probleem. Maar blijft mij verbazen waarom de wetgever voor deze oplossing heeft gekozen en niet voor u? Ja, de wetgever heeft voor deze oplossing gekozen, omdat die eigenlijk zo vastgeroest zit en zich niet heeft los kunnen maken van het bestaande narratief, van het bestaande idee dat je moet onderzoeken of die omgang wel goed is voor het kind. Want je lokt daarmee juist die strijd uit. En ik moet u zeggen dat ik het antwoord schuldig blijf in een situatie waarin wij decennia, of zeg maar een eeuw lang al, denken ons te moeten bemoeien met zaken waar we niet ons mee kunnen bemoeien. Ik zou zeggen dat als er een rechtszitting komt, hè, want die nieuwe wet die gaat natuurlijk ook... zittingen, die rechtspraak die is er al lang. Als het op een zitting aankomt, dan worden er dingen bijgehaald die gewoon niet aangehaald moeten worden. De omgang, het enige waarover gepraat moet worden, dit is over wat
goed is voor... zijn er ernstige bezwaren die er voor het oprapen liggen? Nou, als dat niet goed is, dan, als dat niet het geval is, dan is er gewoon... En als het over de omgang weerstand is, dan moet dat gewoon... dat moet gewoon terzijde geschoven worden, zou ik haast willen zeggen. Maar niet uitlokken door geen geschillen uitlokken door dat brandhout te geven in de wet. Dank u wel. Verder geen vragen, zie ik. Ik vroeg me nog af. Kleinkinderen hebben altijd twee stel grootouders. De grootouders van de dochter, maar ook grootouders van de vader. Heeft iemand in de praktijk ooit een soort solidariteit meegemaakt van het ene stel grootouders naar een ander stel grootouders toe? Die moet het zich toch als beste kunnen voorstellen wat het moet betekenen voor de andere grootouders, dat die hun kleinkind niet kunnen zien. Komt dat ooit ter sprake? Zijn er zulke contacten? Is dat ooit voortgekomen bij jeugdzaken bijvoorbeeld? Of dat daar iets aan gedaan wordt? Het is niet zozeer een vraag, maar het is meer gewoon een opmerking en een pleidooi aan grootouders om het voor elkaar wat dat betreft op te nemen. Als er niet naar de ene grootouders wordt geluisterd, dan luisteren die kinderen misschien wel naar die andere grootouders. En als die duidelijk kunnen maken dat hier onrecht plaatsvindt, omdat zij dat kunnen invoelen, dan ligt misschien daar ook nog een stukje oplossing. Oké, dames en heren, dit was het voor vanmiddag. We hopen dat u het de moeite waard vond. Allereerst dank aan de podiumgasten. In het bijzonder mevrouw Truus Barendsen, die hier vanmiddag kwam als geïnteresseerde en gevraagd werd om op het podium plaats te nemen, omdat de oorspronkelijke, en ik noem zijn naam, toch degene die we uitgenodigd hadden, dat was Dr. Louis Tavecchio, psycholoog en emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is ziek geworden en moest helaas verstek laten gaan, en we wensen hem vanaf deze plek alle beterschap. Verder bedank ik u voor uw komst en de kijkers thuis naar het kijken. De uitzending is later terug te zien op YouTube. De pletterij dank ik voor hun medewerking en hun moeite om dit op beeld vast te leggen en te bewaren. Graag tot de volgende keer.